Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Drukwerk en Zo. Half tien, RTV Katwijk. Welkom in ons Grand Café. Hier aan mijn tafel zitten drie mensen die allemaal weer blij zijn dat de zomertijd is ingegaan. Want behalve dat uurtje extra betekent het ook dat die zomer er echt aan gaat komen. En dat betekent kamperen. Geen camper, geen caravan, maar gewoon diehard tenten, sport en spel, ochtendgymnastiek. Ik ga het vanavond hebben met mijn drie gasten over onder andere zulke jeugdkampen, maar ook over vrijwilligers in de jeugd, verenigingen, vrijwilligers, veiligheid, dat soort zaken. Aan tafel heb ik vanavond drie voorzitters van verschillende verenigingen die er allemaal mee te maken hebben. Als eerste hier Roeland van der Wilik, voorzitter van LCKV Jeugdvakanties uit Leiden. Daartegenover zit Erwin Jonker, voorzitter van de Zevenkennis Katwijk en de Scouting. En last but zeker not least, bekend zeker ook in Rijnsburg, Jaap de Mooi, voorzitter van Stichting Oekroe. Heren, welkom. Ik neem het watertje mee, want dat zullen we ongetwijfeld nodig hebben. En ik kom naar jullie toe. Zo, dus mondvol. Ja, die zomer komt eraan. Is het echt, ik bedoel, ik zeg wel wat, maar die zomer is toch voor jullie de tijd dat die kampen gaan gebeuren? Is dat ook echt het moment suprême? Dan gaat het gebeuren. Ja. We zitten in de voorbereiding natuurlijk al met inschrijvingen al veel eerder, maar nu gaat het gebeuren. Ja, dat is echt de tijd dat het voor de kampen voor jullie moet gebeuren. LCKV Jeugdvakanties heeft de zomer alleen, maar dat is gewoon echt spitsweken. Ja, spits. Ja. Dat is volop gassen, dan is het alleen maar alle volle energie erin. Natuurlijk het hele jaar, maar de zomer, daar gaat het om. Dan moet je waarmaken waar je voor staat. Ja. En de Zevenkennis, nu is dat natuurlijk bij jullie een ander geval, want jullie hebben het hele jaar door activiteiten. Het hele jaar door eigenlijk activiteiten, dus elke week draaien ze opkomsten bij ons. Maar ze hebben ook een weekendkampen, dat gaat gewoon 's winters door. Maar eigenlijk in april, en met name we zijn zowel waterwerk als landwerk. En in april, dat is wel de periode van het waterwerk, want dan gaan de boten het water in. Dan beginnen ook de waterkampen, dan gaan ze ook overnacht op de Kare plassen. Ja. En natuurlijk alle 12e groepen die we hebben. Ja, die kijken allemaal elk jaar uit naar het zomerkamp. Ja. Want dat is toch een beetje het einde van het seizoen. En dus ook een week? Het is een week, maar sommige groepen hangen 2 weken. Zo. Het is eigenlijk de leeftijd 11 tot 16 en 16 tot 18. Die gaan bijna 2 weken op kamp. Okay. Dus dat is wel een lange periode. Maar het is natuurlijk wel leuk na een heel jaar programma gedraaid hebben. Om zo'n hoogtepunt dan te beleven. Ja. Nou, qua introductie heb ik het dus goed gehad dat die zomer toch het moment is. Jaap, ik ga even beginnen met jou. Stichting Oekroe. Ja. Een Rijnsburgse stichting die niet alleen zich bezighoudt met die kampen, de kinderkampen in Leusden. Daar zitten jullie met Nederlandse kinderen. Dat klopt, dat valt niet onder de Stichting Oekroe. Dat is weer een ander gebeuren. Oké. Hoppatee. Nou, maar het meest belangrijk of het meest interessant vond ik juist die kampen in de Oekraïne. Ja. Ja. Want wat doen jullie in die Oekraïne? Wat is hoe kom je in Oekraïne terecht? Hoe kom je daar terecht? Wat? Nou, eerst de naam. Dat is misschien wel leuk. Oekroe. Hoe haal je het in je hoofd om zo'n naam te bedenken? Inderdaad. Nou, dat bedenk je dus ook niet echt. Vanuit het verleden heb ik het voorrecht om zeg maar, humanitair werk in Roemenië en in Oekraïne te doen. In 2003 hebben we de stichting Oekroe opgericht. Oek van Oekraïne en Roe van Roemenië. Met als doel om kinderkampen in Oekraïne te gaan doen. Kinderkampen in Oekraïne, een land wat iedereen weet waar Oekraïne ligt op het ogenblik. Zeker vanwege de narigheid die daar in het zuidoosten is. Daarnaast is het zo dat we naast die kamp op enig moment kwamen er mensen die zeiden van joh, ik wil best wat voor die mensen daar doen. Maar kinderkampen lijkt me niks. Ik wil wat met mijn handen doen. Ze nou, handen wapperen. Hè? We doen ook opknapklussen. Elk voorjaar gaan we met een man of 10, 15 daar naartoe om zaken op te knappen of een kinderopvang of iets in een ziekenhuis wat met kinderen te maken heeft. En dan gaan we daar met een aantal vrijwilligers naartoe. En samen met Oekraïners, want alles doen we samen met Oekraïners. We spreken de taal ook niet, dus we hebben tolk ook nodig. Ook dat is handen wapperen dus. Dat is ook voor jou hoor. En al als je een goede wil hebt allebei, al zijn het Chinezen, dan kom je eruit. Maar die komen we daar niet tegen, moet je zeggen. En dan wat de kampen betreft, gaan we elk jaar met een man of 25 naar Oekraïne toe. We hebben daar een Nederlands contactfiguur zitten, een contactpersoon zitten die al jaren in Oekraïne woont. En die voor ons de Oekraïnse kant verzorgt. Ja. En wij verzorgen het vanuit het Nederlandse, vanuit Rijnsburg, dan uit Katwijk
en wijde omgeving. Uit Nederland komt de begeleiding. Klopt. In Oekraïne moet er ook een groep kinderen samengesteld worden die dus deel mogen nemen. Hoe gaat dat in zijn werk? Als volgt in zijn werk. We doen het zo. Elke groep die komt, die kan maximaal, we hebben daar overigens 3 verschillende kampen tegelijk, die kan maximaal 3 jaar met ons mee. En dan vallen ze dus na het derde jaar vallen ze af en dan komt er weer een andere groep. Hoe komen ze aan die groepen? He, want dat is natuurlijk je vraag. Nou, ons contactfiguur heeft contact met een heel aantal mensen daar, verspreid over Oekraïne. En zo hebben we over Oekraïne verspreid een heel netwerk inmiddels opgebouwd van goede contacten die we hebben. Is het ook zo dat er meer kinderen mee willen dan dat jullie kwijt kunnen? Nou kijk, als er meer kinderen mee willen, moeten we zorgen dat we meer vrijwilligers hebben. Maar ja, dat kan ook echt zo. We hebben wel een in principe zeggen we, we doen 3 kampen. Dat zijn zo'n beetje 200 kinderen bij elkaar dan. Okay. Per kamp 60, 70 kinderen. Zij heeft contact met kerken daar. Hè. Het is duidelijk, als Stichting Oekru zijn we een christelijke organisatie. We willen het geloof ook uitdragen in praktijk. Hè. Gewoon heel praktisch, niks geen enge regels of zo, maar praktisch uitdragen. Mm-hmm. En dan worden de kinderen door haar daar, via die kerkelijke gemeentes, worden die uitgenodigd. Waarbij iedereen welkom is. Er wordt niet gezegd van, joh, geloof je wel of niet? Nee, okay. Graag ook de kinderen die niks geloven. Ja. Kom maar mee. Je hebt in elk geval een kamp van 12 dagen daar waar je goed te eten krijgt. Waar je een leuk programma hebt. En waar op een goede manier voor de kinderen gezorgd wordt. Want heel wat van die kinderen komen ook uit kleinschalige of grootschalige weeshuizen. Hè, okay. We hebben afgelopen jaar ook vluchtelingen gehad uit het Zuidoosten en zo. Ja. Dat is heel bijzonder. Die kinderen betalen? Niets. Niets? Nee. Dus echt helemaal verzorgd door Stichting Oekru, die ook daar de kosten voor betaalt. Ja, we hebben de giften. We leven van de giften. Ja, tenminste, precies. We leven zelf niet. Want ook onze vrijwilligers betalen hun eigen kosten zelf. Okay. Hè, daar hebben we duidelijke scheidingen in aangebracht. Eigen kosten betaal je zelf. En van elke deelnemer die met ons als vrijwilliger meegaat, verwachten we ook dat hij een bepaald bedrag aan geld binnenbrengt. Omdat hij die kampen gefinancierd moet worden. Een soort van sponsoring. Precies. Je financiert je eigen kamp door de sponsoring van... Ja, overigens is het zo dat dat bedrag van minimale sponsoring is €250. Dus dat moet iedereen bij elkaar kunnen brengen. Ja. En voor de rest proberen we geld te krijgen bij particulieren, bij bedrijven, bij kerken en weet ik wat allemaal. Ja. En er worden allerlei dingen georganiseerd. Dat zien we regelmatig in het nieuws ook. Want jullie hebben bij voetbal onlangs of komende week gaan jullie iets doen. Nou, het is wel heel mooi. Aanstaande zaterdag hebben we een bootcamp. Dat doen we dan zeg maar op het terrein van de scouting aan de kantineweg. Mensen kunnen zich nog opgeven. Ik zie een mooi bruggetje zeggen. Ga naar de site van www.oekru.nl. En zaterdagmiddag collecteren we voorafgaand aan de voetbalwedstrijd Rijnsburgse Boys Spakenburg. Dat afgelopen zaterdag moet bij Katwijk moeten gaan collecteren. Het gaat erom wat je vangt en niet hoeveel mensen er zijn. En dan, wat ook wel grappig is, tenminste dat is wel leuk, het is een collecteweekend in de PKN-kerken van Rijnsburg. Wordt aanstaande zondag gecollecteerd voor de Stichting Oekru. Dus dan gaat er in ieder geval weer een stukje geld binnenkomen. Er moet geld binnenkomen. Ja. Okay. Dus dat geldt zowel voor de kampen als voor de opknapprojecten. Ook dat kost geld natuurlijk. Ja. Ik heb straks ook voor jullie een klein filmpje van wat beeldmateriaal van een klein minuutje dat komt. Kunnen wij dat hier zien? Wij kunnen dat wel zien als... Dat is een klein minuutje van een week Oekru. Ik was het op aan het zoeken en ik ben zelf bij de vereniging waar Roeland voorzitter van is ook vrijwilliger. Als ergens sinds de jaren 80 ga ik mee als deelnemer, nu vrijwilliger daar ook. Ik zag dit en ik dacht, dit kan je bijna zo neerleggen op een kamp. Als je niet weet, het is een kamp in Oekraïne. 1-1. Het kan gewoon van alles zijn. 1-1. He, dat geldt zeg maar voor kamp Oekraïne, dat geldt voor kamp Leusden, wat we dan vanuit Rijnsburg organiseren ook. En dan, als je dit inderdaad ziet, dan zeg je van joh, dit is een kamp.
dit is een kamp. Het geluid was nu weg, maar het originele heeft geluid. En dan hoor je alleen als de kinderen tegen elkaar gillen, dat je denkt van, en dat versta ik niet. En dat is het enige waarvan je kunt zeggen van, hé, hey, dat is, is anders. Dat is Oekraïns. Ja. Je zei het net al even, afgelopen jaar, vorig jaar is het natuurlijk qua Oekraïne een heel raar jaar geweest. Ja. Ja. MH17 die voor het zomerseizoen naar beneden kwam. En toen stonden jullie alles al op scherp om naar Oekraïne te gaan. Is daar nog twijfel geweest bij jullie toen de tijd om, om te gaan? Of? Geen enkele twijfel, maar dat behoeft enige uitleg natuurlijk. We kregen ook vragen van ouders van joh, je gaat naar Oekraïne. Nog steeds, wat gaat er gebeuren? Nou, de eerste plaats is het zo. We gaan zelf, komen we zeg maar 3-4 keer in een jaar in Oekraïne in de verschillende delen. De kampen die houden we vlak over de grens met Hongarije. Dat is 1500 kilometer afstand van het oorlogsgebied. De opknapprojecten liggen in Midden-Oekraïne. Dat is een beetje 1100 kilometer van het oorlogsgebied. Nou, daar is geen enkele reden om te denken van, joh, daar moet je niet naartoe gaan. Overigens is het wel zo. Ik weet van heel wat organisaties die sinds de onrust daar gezegd hebben, we kappen ermee, we doen niks meer naar Oekraïne toe. En daardoor is het juist heel bijzonder dat wij daar wel zijn. Ja. Dat wordt ook door de mensen bijzonder op prijs gesteld. Maar als er maar enigszins een gevaar zou zijn, dan gaan we er niet naartoe. Nee. Wat dat betreft moet je ook je voorzorgsmaatregelen nemen. We staan geregistreerd bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. Dat op het moment dat daar ergens ellende uitbreekt, dat je dan zeg maar op je Oekraïense telefoon een seintje krijgt en dat dingen in gang gezet worden om je het land uit te krijgen. Dus maximale zorg besteden we eraan. Dat vertellen we ook aan de deelnemers en aan de ouders. En tot nog toe heeft er niemand afgehaakt vanwege de situatie in Oekraïne. Ik kan me voorstellen dat dat inderdaad voor wat onrust kan zorgen, maar dat is gewoon... Getekend. Ik kan me ook niet voorstellen tegelijkertijd dat als het te gevaarlijk zou zijn, dat je inderdaad... Dat ga ik zelf ook niet. Nee, kan heel goed. Naast jou zit Roeland van der Wilk, voorzitter LCKV. Ik zei al, ik heb een lijntje met LCKV. Wij kennen elkaar, Wij kennen elkaar, dus vandaar, ik had dit bedacht. En dan denk ik natuurlijk, LCKV kan er niet in ontbreken. Wel een Leidse vereniging, maar in Katwijk, ik zeg het al, voor mij is het al bijna 30 jaar. Tijd gaat snel. Bijna 30 jaar dat ik de LCKV al ken als Katwijker. Omdat ook dat Katwijkse gebied voor de LCKV een gebied is waar deelnemers vandaan komen. Ja. Puur een vereniging die zich alleen maar bezighoudt met het organiseren van die zomerkampen in die 6 weken schoolvakantie. Klopt. Ja. 6 nou, weken dat is dan, dat is, als je dit zo hoort, je hoeft niet naar de Oekraïne, het is 6 weekjes in het jaar. Mwah. Nee, leuk vereniging. We zijn minder ver dan Oekraïne. Ja. Wij zitten in Nederland, dus heel dichtbij. Ja. België, Luxemburg en Frankrijk. We zijn in het verleden ook wel in Tsjechië gezeten. Dus wij veranderen ons kampaanbod zo eens in een aantal jaren. Om te kijken, van joh, is daar ook animo voor? En dat ook voor de groep ook weer aantrekkelijk te maken om weer wat nieuwe bestemmingen op te nemen. Ja. Dit jaar 95-jarig bestaan van de vereniging. Ja. Wat gaat dat snel? Ik zeg op naar de 100. Ja, dat gaan we wel meemaken, toch? Maar we gaan eerst 95 jaar vieren. Staan er nog leuke dingen op stapel? Of is dat nog steeds met een rookgordijn omhuld? God, nou, daar vraag je wat, Leon. Want 95 jaar... Ik krijg van de anderen nog niks te horen. Nou, dus je hebt dan wel, je zit wel met de juiste persoon op tafel. Kijk. Ik ga niet te veel vertellen, want daar wil ik de mensen zeg maar zelf de gelegenheid voor geven. Maar ik kan wel verklappen dat wij... zeer aanwezig zullen zijn in Leiden in ieder geval. Ja, okay. En er zijn nog meer plannen om dat uiteraard uitbundig te vieren. Oké. Okay. Voordat we verder gaan over de LCKV als vereniging, wat jullie inhoudelijk verder allemaal doen, heb ik ook een minuutje kamp, sfeer, impressie achter elkaar gezet. Ben benieuwd.
Ja. Dat laatste is zo'n herkenbaar beeld. Na een week afgedraaid in een bus terug naar huis. Maar dat geldt volgens mij ook voor waar je ook een kamp hebt gedraaid als vrijwilliger. Dus dit waren beelden uit Terschelling, Bladel en Stoemond. Ja, ik wou net zeggen, ik kon ze niet pinpoint waar het vandaan kwam, maar ik zag wel dat alle gebieden ongeveer aan bod kwamen. Ja, dus van zuidelijk, noordelijk, Bladel ligt in het midden. Terschelling. Terschelling. Naar beneden. Hoe gaat dat hele voorbereiden in zijn werk? Jullie hebben een duidelijke groep vrijwilligers die zich steeds inschrijven in Roemenië. Of in Oekraïne worden de deelnemers bij elkaar gezocht. Dat gaat bij de LCKV natuurlijk iets anders. Ja, wij hebben een enorme grote groep vrijwilligers. Meer dan 600 die er jaarlijks op begeleiding meegaat op onze kampen. En daarnaast hebben we ook nog natuurlijk de vrijwilligers om de vereniging staande te houden. En alle voorbereidingen ook te treffen. En wij beginnen gelijk na het kampseizoen. Dus nadat een kamp is afgerond. Beginnen wij al met de evaluatie. En dan ook gelijkertijd al kijken wat gaat er voor komend jaar moeten we verbeteren, weer organiseren om die kwaliteit omhoog te brengen. Ja. En dan is het in november alweer inschrijven voor de stafleden om zich dus op te geven voor de kampen die dan in het nieuwe jaar gaan plaatsvinden. Ja. En dan volgt in de maand januari de inschrijving voor de deelnemers. En dat zijn er maar liefst 1600. 1600 verdeeld over 6 weken kindervakantie. Ja, en we zijn dus een jaar lang aan het voorbereiden van die 6 weken. 40 kampen, ja. Dat is als je 1600 kinderen inderdaad een weekje moet vermaken. Wel nodig ook inderdaad die tijd. 1600 kinderen inschrijven, dat gaat moeiteloos, gaat vlekkeloos. Dat loopt in één keer. Ja, gelukkig wel. De hedendaagse techniek, dat gaat goed. Waar we in het verleden veel gebruik maken nog van de telefonie, gebruiken we nu gebruik van het internet. En dat is voor ons veel makkelijker. Iedereen kan een inschrijfformulier invullen, een ruime periode. En dan ergens in januari, dan is de grote loting software die voor ons het grote rekenwerk doet, om het zo te zeggen. Heerlijk, ja. En dan krijgt iedereen een e-mail dat hij wel is ingeschreven. En helaas hebben we zoveel aanmeldingen dat we ook een aantal deelnemers teleur moeten stellen. En die wijzen uiteraard dan op de open plekken die er zijn. Er zijn nog enkele open plekken, zijn er nu nog. Kijk op www.lckv.nl om nog snel eens een plekje te bemachtigen, zou ik zeggen. LCKV afkorting? Nee. Oh. Ja, nee, LCKV jeugdvakanties, zo heet dat. En als we heel ver teruggaan in de tijd, dan is dat een afkorting geweest. Oké. We zijn nu gewoon LCKV jeugdvakanties. Okay. Ja. Gewoon uit het verleden is die meegenomen. Ja. Okay. Op de site open plekken, www.lckv.nl. Dan kun je je aanmelden en dan krijg je vanzelf wel... Je ziet welke open plekken er zijn. En je kunt je alleen inschrijven natuurlijk op open plekken, uiteraard. Ja, je kan je ook nog opgeven voor de reservelijst. Maar de kans dat je daar nu nog eruit getrommeld wordt. Dus ik zou zeggen, kijk vooral op de open plekken. Ja. Geef je zoon of dochter of kleinkind. Of als je zelf kijkt, nu snel naar Tot welke leeftijd kunnen deelnemers mee? Vanaf 8 jaar mag je opgeven. En we hebben tot en met 18 de leeftijd. Ja. En die zijn natuurlijk gebundeld in de categorieën. Dus 16 tot en met 18 of 8 tot en met 10 of 13, 14. Ja. Dus zo wordt dat ingedeeld. En naar gelang de leeftijd ook ouder is... hoe verder ook de afstand van het Nederlandse gebied is. 8, 9 jaar zit niet in Frankrijk. Precies, bijvoorbeeld. Nee. Dus daar hebben we ook andere activiteiten, zoals mountainbiken of kanovaren, abseilen, dat soort zaken. En dat doen we met de jonge leeftijd, doen we natuurlijk iets rustigere activiteiten, om het zo te zeggen. Ja, die laat je niet van tokkelen naar beneden. Nee, dat lijkt ons geen goed idee, nee. Nee, inderdaad. Maar toch ook vrijwilligers nodig. Jaap, als ze bij jullie mee willen doen, hoe melden vrijwilligers zich aan? Kan dat... Ook via de site. Hij heeft ook een site genoemd, mag jij hem ook noemen? Hè? Ja, we hebben ook een site www.oekroep.nl. Dat is helemaal geweldig. Want wanneer mensen mee willen, dan moeten ze daar eigenlijk wel een beetje tijdig mee zijn. We zijn nu met de voorbereidingen begonnen. Dus op dit moment zitten wij wat leiding betreft gewoon vol. Dat geldt ook voor Kamp Leusden. Hè? Dat is een andere entiteit. Waarbij we dan eigenlijk altijd zeggen van nou, in november of december vragen we van... joh, ben je eventueel beschikbaar het volgende jaar? Ja of nee? Je bent altijd afhankelijk van de kinderen... Ja, als er geen kinderen komen, geen leiding ook natuurlijk. Hoewel het ook hartstikke gezellig kan zijn. Ja, maar dat is niet de bedoeling, iets anders dan. En wat de kinderen betreft houden wij, wat Leusden betreft, de inschrijving. Hè, voor Oekraïne gebeurt dat in Oekraïne zelf.
Maar wat Leusden betreft houden we 2 keer 1,5 uur inschrijving eind januari. En dan, dat is het dan eigenlijk in principe. Nee, nee, bellen. Nee, nee, dat doen we nog helemaal. Ze komen aan tafel. We zitten met 3 mensen in te schrijven. Nee, dat is een mooi verhaal trouwens. Want op enig moment staan er mensen 1 uur of 1,5 uur te wachten. Tenminste, tegenwoordig met z'n drieën is dat wat minder lang. Maar een paar jaar terug stond er inderdaad een vader achter in de lijn. En die begon te murmureren. Van, waarom maak je geen formulieren? Dit en dat, hier en Gunter. Ik hoorde dat. Dus ik ga staan en zei, meneer, mag ik even uw aandacht? Ik zeg, als ik hier 200 verschillende handschriften zie die niet volledig het formulier ingevuld hebben, dit en dat. Ik zeg, en dan, wij gaan als vrijwilligers, Kamp Leusden, 7 keer 24 uur, 168 uur voor uw kind op pad. We nemen daar vrij voor. En als u niet 1 uur de tijd neemt om te wachten op uw beurt, dan gaat u of niet naar huis of u blijft wachten en houdt uw mond. Hij bleef wachten, zijn kind gaat nog steeds mee. Kijk, oké, nou ja, gelukkig maar. Maar het kan ook gebeuren dat je, dan hebben jullie, kan iedereen mee? Of er is wel een max... Nou ja, we hebben in het verleden zijn we met 1 kamp begonnen, 2 kampen, 3 kampen, 4 kampen. Ik moet dan plek hebben in Leusden natuurlijk, als het over Leusden gaat. Dat is handig, ja. En we hebben nu 4 kampen daar en daar voorlopig kunnen we daar wel mee vooruit, denk ik. Oké. Nou, de capaciteit bij jullie ligt net iets anders. Want vol is vol en uit loting kun je dan meedoen, als deelnemer. Als staf, als begeleiding, hoe zit dat dan inschrijving bij jullie? Inschrijving geschiet... Ja, inmiddels een dankjewel graag gedaan. Vanaf 18 jaar, ja. En dat gebeurt dus op een feestelijke avond waar we de vorige vrijwilligers bedanken. Of tenminste bedanken voor hun inzet het afgelopen seizoen. En dan kunnen ze tegelijkertijd inschrijven voor het nieuwe seizoen. En wij vinden aanwas uiteraard ook heel belangrijk. En nieuwe vrijwilligers, weer met nieuwe energie. Ja, want als je niet mee bent geweest, ben je ook niet op feest. Nee, precies. He, dus, en ik ben nieuw, ik wil ook mee. Precies, hoe en die mogen dan eigenlijk na het feest zich inschrijven. Maar er zijn altijd een aantal kampen die verplicht ook een nieuwe leiding mee moet nemen. Ja. Want dan kunnen die ook meedoen met de ontgroening. Zeker op de wat jongere leeftijd kan de ontgroening misschien een beetje spannend zijn. En dat is ook helemaal niet erg, maar het moet vooral leuk zijn. Ja. En het is ook goed dat er een aantal stafleden ontgroend kunnen worden. Dus iedereen die voor het eerst meegaat naar staf, die krijgt dezelfde ontgroening. Als de deelnemer, natuurlijk wel een tikkeltje erger, want dan mag ook een klein beetje aangescherpt worden. Die komen voornamelijk vaak wel voort uit de deelnemers. Dus de deelnemers 16, 18, die merken dan van we kunnen niet meer mee als we de leeftijd van 18 hebben bereikt. En die willen dat gevoel niet missen. Nee. Ja, en dan is het inschrijven als vrijwilliger. En dus dat wordt eigenlijk al op het kamp, wordt dat al soms door de deelnemers zelf al gevraagd. Ja, kunnen we zelf niet ook mee als leiding? Ja, en dan is het bruggetje snel gemaakt. En per jaar hebben we denk ik een stuk of 80 nieuwe vrijwilligers. Maar het is wel mooi dat je middels dat beleid inderdaad eigenlijk al binnen je organisatie het op een goede, geforceerde manier ervoor zorgt dat je die aanwas, dus die groene mensen, die nieuwe mensen binnen je staf hebt, denk ik. Want anders zou het heel snel zo zijn dat je met dezelfde club ieder jaar weer dat leuke kamp gaat draaien. Ik denk dat het dan lastiger zou zijn om als nieuweling, dat zul jij merken ook, want het is natuurlijk een hechte club en dat zijn die kampen ook. Het is een hechte club, ik ga jou er ook bij betrekken, maar het is natuurlijk een heel ander verhaal voor de 7 kennis, omdat jullie die wekelijkse activiteiten hebben. Ja, wij draaien ook op de doorstroming, hè? Je ziet al onze leidingsleden zijn eigen kweek, dus ze worden 16 jaar, ze kunnen de leeftijdsgroep 16 tot 18. Op een gegeven moment zijn ze 18, moeten ze weg bij de groep. Ja. Ja, en dan zijn ze vaak al zo enthousiast om leiding te worden. En dan begint het proces, we hebben er iets van 12 groepen. En dan begint de strijd van bij wie wordt iemand leiding, gaat hij bij meerdere groepen meedraaien. Ja, ja. En uiteindelijk, als je ook te oud bent voor leiding, dan staan wij als bestuur weer te springen om mensen binnen te halen. Dus je kunt wel even je kan altijd een stap tijd lang... Oké, heel goed. 7 kennis gaan we zo zeker over verder praten. We hebben eerst een heel klein stukje muziek. En dat is onze... Nou ja, singer-songwriter, toch? Want je speelt zo dadelijk een eigen geschreven nummer. Esmee van Vliet. Welkom, leuk dat je er bent. Hoe lang doe je dit al? Het schrijven van liedjes, het zingen van liedjes? Het schrijven van mijn eigen liedjes is ongeveer begonnen toen ik 13 was. Hoe oud ben je nu? Ik ben nu 15. Oké, dan weten we dat je dan een jaar of 2 schrijft. Ja? En zingen eigenlijk al wel sinds ik kon praten ongeveer. Oké. Ja. Dat zingen, daarna is die gitaar erbij gekomen. Gitaarlessen gehad? Of? Ik heb een halfjaartje gitaarles gehad. Oké. Het nummer dat je vanavond gaat zingen, dat heet, als ik het goed heb, I Love The Way. Mm-hmm, klopt. Tekst en muziek, Esmee van Vliet. Ja. Ga je gang. Oké, bedankt. I hate the way you
that you even hold to warm me up. I'm cold. I love the way you smoke your ciggy, even though you've tried to quit. I'll respect whatever you decide, 'cause you're the adult of the child. You always make me smile, even when times get rough. I love you so much, and I will never get enough. Always make me smile, even when times get rough. I love you so much, and I don't think I'll ever stop. I love the way you smile at me and wink at me while passing me by in the hallway. Coffee, would you carry with you always? I love the color of your eyes, they're bluer than the bluest skies. I love the way you talk to me and touch me accidentally. Wat een heerlijk rustmoment in, aan deze dynamische tafel. Dankjewel. Ik wil best wel eens wat meer van je horen. Dus wie weet gaan we vaker een beroep op je doen. Het klonk goed. Lekker. Dankjewel. Esmee van Vliet. Ik noem gewoon je naam nog een keer. Hartstikke goed. Esmee kunnen we wel gebruiken op kamp, hoor. Met zo'n gitaarspel. Ja, volgens mij gaat bij alle kampen bij jullie allemaal wel ergens minstens één gitaar mee. Wel de bedoeling. Ja, heerlijk. Ja. Het is een kampvuurtje. Dingetje. Niet bij alle groepen, maar sommige groepen neemt inderdaad wel mee. Ja, heerlijk, ja, het hoort erbij. Zo dadelijk gaan we het even hebben over zaken die jullie allemaal aangaan. Als we het hebben over begeleiding van minderjarige kinderen, dan heb je direct al te maken met een stukje wetgeving. Als je het hebt over veiligheid, tegenwoordig ook de verklaring van omtrent gedrag. Heel goed actueel gezien de afgelopen periode met gekke dingen die je in het nieuws hoort. Voordat we daarover gaan hebben, even het hoofdstukje zevenkenners. Ik ging zoeken scout in Katwijk. En ik dacht van, ik doe iets fout op Google. Ik kan die site van de scouting niet meer vinden. Er is niemand scouting. Toen kwam ik er al gaandeweg achter dat de zevenkenners, die ik ook ken, met de scouting al een aantal jaar geleden de handen ineen hebben geslagen en één organisatie zijn. Ja, kijk, het lastige eigenlijk van de naam Katwijkse zevenkenners. Niemand van ons vaart op zee. En zegt van, en de helft vaart maar op water. Dus dan zeg je van, waarom verander je dan niet de naam? Het komt eigenlijk als volgt, we zijn een fusieorganisatie. Vroeger had je drie scoutinggroepen in Katwijk, in twee clubgebouwen. Eén clubgebouw in Schutterswei. Daar zat de Katwijkse zevenkenners. Die deden alleen maar waterwerk. En er is een clubgebouw in Parnassia, vlakbij de duinen. En daar zaten eigenlijk drie scoutinggroepen.
waaronder twee speleenheden van ons. Die hadden alleen maar activiteit op het land. Maar die kinderen van 7 tot 11, die gingen als ze 11 jaar waren, gingen ze wel naar de zevenkennis. Automatisch, oké. De andere groepen op Panacea, die deden alleen maar landwerk. Alleen in de loop der jaren hadden we steeds meer samenwerking. En hadden we steeds meer het idee van, goh, moeten we niet gewoon toegroeien naar één organisatie? De Katholieke Zevenkennis had in die periode heel veel PR opgebouwd. Het 75-jarig jubileum, de grondaankoop. Ja. Dus eigenlijk hadden we een hele sterke naam opgebouwd. Ja. En we waren eigenlijk bang dat Scout in Katwijk, wat eigenlijk de meest logische naam was, dat daarmee wel een sterke merknaam Katholieke Zevenkennis voren zou gaan. Ja. Dus eigenlijk hebben we in die tijd gekozen voor de naam Katholieke Zevenkennis. Wat soms al lastig is, omdat we eigenlijk de helft van onze organisatie zijn gewoon hele actieve en succesvolle landgroepen. En dat is ook het idee dat we dit jubileumjaar, we bestaan 85 jaar. En één onderdeel wat we dan willen doen is het vernieuwen van de website. Waardoor ook duidelijk is voor mensen die ook op zoek zijn naar de landtak. Dat ze ook Scout en Katwijk kunnen intypen. En als ze op onze website zien, dat ze ook inderdaad de landactiviteit zijn. Maar ja, de Zevenkennis blijft gewoon een goede naam. Ook als mensen in Schutterswijk komen en ze zien onze vloot. We hebben eigenlijk 19 ledenfletten, 3 schouwen, 4 slepers. En we hebben eigenlijk van heel Scout in Nederland de grootste vloot van allemaal. Ja, dat is toch wel iets om trots op te zijn. Ik schrok daar in positieve zin van toen ik beelden van jullie aan het zoeken was. Want de Zevenkennis inderdaad, en dan weet je, ja, met boten ga je dat water op. En we gaan zo naar een filmpje kijken. En de laatste 20 seconden komt jullie vloot aanvaren. En ik had echt zoiets van, heel imponerend. Oké, dit is behoorlijk wat aankomt te varen. Ja. We gaan even kijken, een minuutje Zevenkennis. Nou, een hele oorlogsvloot zijn hier al. Een armada aan van alles en nog wat, inderdaad. Geweldig. Zevenkennis is sterk naam, inderdaad. Scouting is daar dus bij gekomen. Het is één fusie. Landelijk is dat ook, dus vallen jullie gewoon allemaal onder de scouting? Ja, dus het valt allemaal onder de koepel van Scout in Nederland. En Scout in Nederland is ook wel met een project begonnen, die ook stimuleert dat veel groepen samen gaan. We hebben ook gezien dat de sterke groepen, zijn ook de grote groepen. Die hebben vaak organisatorisch beter voor elkaar dan de kleinere scoutinggroepen. Dus Scout Nederland is ook een actief beleid om groepen ook te stimuleren. Zeker groepen in één woonplaats of één gemeente. Om zoveel mogelijk toch samen te werken tot één organisatie. Ja. Ook organisatorisch is het natuurlijk makkelijker om één bestuur te hebben vandaag de dag. Met je vrijwilligers dan voor twee verenigingen. Zeker weten. Ja. 85 jaar, nou er gaat van alles aankomen. Ik wil heel eventjes terug naar dat moment. Een paar jaar geleden waren jullie inderdaad hot in het nieuws. Voor wat betreft jullie huisvesting. Ja. Voornamelijk de grond. Ja. Waar jullie huis op staat, hoe heet het? Troephuis? Troephuis. Want dat moesten jullie gaan kopen. Ja, het was een heel spannend moment. Rijnland zat in die periode van, ze hadden gronden, hielden ze al die tijd aan bij hoge waterstanden om die onder te kunnen laten lopen. En wij hadden historisch gezien een contract waarbij Rijnland elk moment kon zeggen, jullie moeten weg. We wisten natuurlijk al, als zo zou gebeuren, dat het altijd niet één opstelsprong zou gebeuren. Maar we wisten ook wel dat als het wel zo zou zijn en ze zouden een ander stukje grond hebben, dat ze nooit meer zo'n goede plek zouden krijgen als we nu hadden. En eigenlijk kwam er nu een moment dat Rijnland actief die grond ging verkopen. Dus eigenlijk wisten we van, we moeten nu echt heel snel geld gaan verzamelen. Over welk bedrag hadden we het? Het ging toen over ruim 120.000 euro. De penningmeester zegt niet van hier jongens, maak maar over. Nee. We hadden wel wat reserves opgebouwd in de loop der jaren. Eigenlijk bedoeld voor andere bestemmingen. Maar we wisten van, we moeten sowieso iets insteken. Maar uiteindelijk hadden we iets van ruim 80.000 euro nodig. We wilden het voor elkaar kunnen krijgen. En door heel veel enthousiasme en door heel veel hulp van bedrijven, van particulieren en fondsen met name, is het toch gelukt om dat geld bij elkaar te krijgen.
En dat was heel spannend, heel uitdagend. Maar ook wel fantastisch als het dan voor elkaar gekregen is. Ik kan me ook voorstellen, en dan zit je nu als bestuur, want jij bent sinds vorig jaar 29 oktober ben je voorzitter. Klopt. Ja. Dat je als voorzitter dat hele zwaard van Damocles van zo'n huurcontract natuurlijk gewoon kwijt bent. Klopt. Het is eigendom. Klopt, dat was heel erg prettig. Ja. En het was altijd een van de grootste uitdagingen. Ook, ik was daarvoor ook 10 jaar bestuurslid en dat komt ook steeds te sprake. Maar elk jaar kreeg ik toch weer een nieuw huurcontract. Ja, hoe lang zou het nog doorgaan? Dat was elke keer weer de vraag. Ja. Dus dat, spannend, maar heel prettig. Spanning zeggen. Ja. Dus dan kun je je energie gebruiken voor de dingen die jullie doen. Ja. De dingen die jullie doen, wekelijks activiteiten voor al die groepen. Ja. Die doen jullie in alle twee de clubhuizen op het water? Of? Ja, het mooie van de Katholieke Zevenkennis is, we zijn eigenlijk een soort koepel. En eronder hangen 12 speleenheden, noemen we dat. Okay. We hebben 4 speleenheden in leeftijd van 7 tot 11. We hebben 6 van 11 tot 16. En 2 in 16 tot 18. En het zijn eigenlijk aparte groepen, maar wel met een overkoepelende stichting boven zich. Dus ik ben zelf voorzitter van het bestuur. En in het bestuur zitten allemaal mensen die overkoepelende taken doen. Dus materiaalbeheer, een penningmeester, een secretaris. We hebben, omdat we ook 2 clubhuizen hebben, hebben we ook locatievoorzitters. Dus mensen die echt heel vaak op het betreffende clubhuis te vinden zijn. We hebben een groepsbegeleider, dus die ook kijkt voor alle activiteiten. Of tenminste hoe het met de groepen gaat, hoe het met de leiding gaat. Een coördinator algemene activiteiten. Juist omdat het zoveel groepen zijn, vind ik het ook belangrijk dat je wel toch een soort groepsgevoel hebt. Dus we hebben ook iemand die allerlei algemene activiteiten coördineert voor alle groepen. En ja, en zodoende hebben we een heel enthousiast bestuur die ook een soort bindende factor zorgt voor die 12 speleenheden. Ik ben even benieuwd, wat is de leeftijd van het bestuur bij jullie? Dat varieert ongeveer op dit moment van 21 tot 33 jaar. Okay. Dus het zijn hele jonge mensen. En dat is ook wel het belang, dat zien wij zowel in de leidingsteams als in het bestuur. We zorgen continu voor vernieuwing. Dus op een gegeven moment hebben mensen ook het idee van, de mensen onder mij, die worden allemaal wat jonger, maak ze plaats. En het mooie is, we hebben naast het bestuur ook een hele groep van niet direct leidinggevenden. En dat zijn mensen die zeggen, ik heb geen tijd voor een voltijdfunctie van bestuur. Ja, omdat ik heb ook nog andere dingen naast. Ja. Maar ik wil wel, als ik nodig ben, wil ik altijd helpen. En dat is een groep van 20 tot 25 mensen. Dat is heel mooi. Die gewoon de een wat vaker dan de ander, maar allemaal op hun manier een bijdrage leveren. Je hebt ze zo hard nodig in een vereniging. Ja. Even heel kort terug. Jullie locatie, jullie zijn de loop der jaren ook een stuk verhuisd. Jullie zitten even, ik ben naar heen en weer aan het gaan, hoor, maar dat wil dat hoofd. Net een weekend weg geweest. Allemaal voor jouw vereniging. Ja. Schutters, wij hebben jullie natuurlijk, ligt de hele vloot daar? De hele vloot ligt daar, Oké. En daar staat ook een clubhuis en in Parnassia een clubhuis. De dingen die jullie doen, gebeuren op kamp, maar je hebt natuurlijk ook wel een verenigingsgebouw. Ja, we zitten in de Voorschotenweg. Daar zitten wij aan gebonden in Leiden. En daar was natuurlijk ook eventjes een penibele situatie met de verlenging A4, A44. Dat is inmiddels van de baan, heb ik begrepen. Okay. We kunnen in ons eigen pand blijven zitten. Dus daar is inderdaad, ik durf het jaartal niet te zeggen, maar we zitten al geruime tijd in ons eigen pand. Waar al ons materiaal ligt opgeslagen, bijna een heel jaar lang, tot die 6 weken waar het weer naar buiten gaat. Je hebt het hier natuurlijk over heel veel boten, schepen die we langs zien komen. Maar de tenten, al het materiaal wat op een kamp wordt gebruikt, is eigendom van de vereniging. Ja, klopt. Ja, we hebben tenten, tafels, bestek, pannen, potten, banken, noem maar op, gasstellen. Je kan het zo gek niet bedenken of het ligt allemaal opgeslagen. Sorry? Vlaggenmast. Vlaggenmast, ja, eigenlijk het belangrijkste onderdeel natuurlijk. En dat wordt ieder jaar, dus ook in het pand, wordt het opgeslagen en daar ook onderhouden of vervangen, gerepareerd, geschilderd, noem maar op. En daar zijn we wekelijks mee bezig. Ja. Hoe zit het bij Oekroe? Hebben jullie, gebeurt allemaal van huis uit? Ja. Kijk, wat betreft de spullen in Oekraïne, we hebben natuurlijk een aantal spelspullen die telkens meegaan, die staan hier en daar opgeslagen. We zitten in Oekraïne dan in een oude legerbasis, in een oude KGB-kamp zitten we zelf. Als de muren konden spreken, dan zou je daar benauwd van krijgen. Dat wisselt telkens. Overigens, wat ik nou van voor hier naast me, alles in één gebouw. We hebben dat in Kamp Leusden, het YMCA-kamp gehad, dat alle tenten ook opgeslagen waren in de kampschuur. En die kampschuur is op 8 oktober 2011 of 12 in de fik gegaan. Alles was weg. Het was gelukkig oktober en niet vlak voor het nieuwe seizoen.
Maar dat was natuurlijk, dat was een drama. Maar inmiddels staat er een nieuwe kampschuur en de tenten zijn vernieuwd en de verzekering was goed geregeld. Dus dat, maar het is een gevaar. Maar dat geldt natuurlijk inderdaad voor, dat is link. Voor iedereen. Ja. De botenweg is gewoon einde, nou ja goed, einde. Dat is waar het om gaat bij de zedenkennis. Tentenweg bij een kampeervereniging is... zijn er dingen in het verleden gebeurd, de brand bij jullie, maar bij jullie die zo... Nee, goed. We hebben zelf nooit een brand meegemaakt. Verschrikkelijk waren. Maar we zien wel, een paar jaar geleden alweer, hebben we wel onze verzekering goed onder de loep genomen. En toen bleek wel dat we ook behoorlijk onderverzekerd waren. Ja. Dus dat waren we gelukkig op tijd bij. Maar je ziet in Nederland toch wel regelmatig scoutinggebouwen in brand vliegen. Ja. Dus, maar we hebben wel heel veel gekeken voor voorzieningen. Allerlei installaties aangebracht om in ieder geval, als er brand is, zoveel mogelijk te voorkomen. Veiligheid. Geen gasflessen meer binnen, et cetera. Maar goed, dat kan altijd gebeuren. Ja. En dan hoop ik maar dat ik er op tijd bij ben. Ja. Nou precies, dit is even over die veiligheid. Ik zei het net al, op het moment dat je als vereniging of als stichting op welke manier dan ook met minderjarige kinderen activiteiten onderneemt, dan word je al heel snel onder een vergrootglas gelegd vandaag de dag. Helaas de aanleiding altijd de negatieve en verschrikkelijke verhaal die je af en toe hoort. Op dit moment is het mogelijk voor verenigingen om kosteloos een verklaring omtrent gedrag aan te vragen voor de medewerkers. Ik weet van de LCKV dat die dat dit jaar voor het eerst van al zijn stafleden vraagt. Klopt. Is het ook echt zo? Geen VOG, verklaring omtrent gedrag, niet mee op kamp? Klopt. Ja, de VOG is een technisch begrip. Je kan hem op allemaal verschillende deelgebieden aanvragen. In dit geval is het dus echt omgang met minderjarige kinderen. Precies. En als je die niet krijgt, dat betekent dat je een strafbaar feit hebt gepleegd. Dus veroordeeld bent door een rechter voor iets met kinderen. Ja, en dat kunnen wij uiteraard, als je met kinderen omgaat, kunnen wij in onze vereniging niet tolereren. Dus dan ga je gewoon niet mee. Gewoon punt. Ook binnen categorie 7-kenners. Eigenlijk heeft Scout Nederland altijd een beleid gehad van, zolang mensen vanuit je eigen vereniging opgroeien tot leiding, is het niet nodig. Tot vorig jaar. Toen hebben ze het wel aangepast. Toen is ook een systeem gekomen wat op zich nog wat lastig was. Je moest het wel eerst voorschieten, maar daarna kon je het geld ook terugkrijgen. En het was ook allemaal elektronisch. En toen hebben we eigenlijk een hele grote stap gemaakt. We hebben in een jaar tijd 100 mensen hebben een verklaring van het gedrag laten aanvragen. En eigenlijk sinds 1 februari is het systeem nog makkelijker geworden. Dus je hoeft ook niet meer voor te schieten. En nu gaan we nog een stapje verder. Nu gaan we ook zeggen van, als mensen het niet hebben aangevraagd, mogen ze ook niet meer mee op kamp. En ook elke gastleidingslid, al gaat hij maar 1 of 2 dagen mee. Gewoon even aanvragen. Het is een kleine moeite, het kost je niks. En je kan in ieder geval naar buiten toe. Je hebt gedaan wat je kon doen. Als vereniging kun je in ieder geval ouders en verzorgers geruststellen van wij hanteren niet. En ik denk inderdaad dat je op een gegeven moment, als je het vraagt, moet je er ook wel een consequentie aan stellen van, je hebt hem nu niet hoor, dat maakt niet uit. Het is niet wettelijk verplicht, hè? Nee, het is geen wettelijke verplichting. Het is echt de keuze aan de vereniging zelf. Nogmaals, als je een VOG krijgt, dat betekent niet dat je helemaal goed bent, om het zo te zeggen. Mm-hmm. Het betekent alleen dat je geen strafbaar feit hebt gepleegd in het verleden. Dus wat dat betreft is het een stukje schijnzekerheid. Maar ik ben het wel eens wat er ook aan de overkant van de tafel wordt gezegd. Ja, de maatschappij ben je het eigenlijk wel verplicht ook tegenwoordig om te laten zien dat je er alles aan hebt gedaan om maar een misverstander te voorkomen. Want er is inderdaad, zoals je zelf zegt, Leon, een aantal keer in het nieuws geweest. Dit jaar van praktijken waarvan je denkt, dat kan toch niet waar wezen. Ja. En zoiets wil je gewoon niet dat het binnen je vereniging gebeurt of plaatsvindt. Heel goed. Gaan jullie jullie doen er op het moment niks mee? Dit maar moment is dat niet. Dan ook geld? Want het is natuurlijk een jullie zijn een Nederlandse organisatie. Dus Kijk, we hebben natuurlijk de deelnemers die met ons meegaan naar Oekraïne, die zijn in principe 18 jaar of ouder. Dus dan heb je daar niet mee te maken, denk ik. Wat betreft de kampen in Leusden hebben we dat nog niet, omdat we wat leiding betreft altijd weten wie er mee gaat. We kennen ze. Dat betekent toch het voordeel van het dorpse? Absoluut, heerlijk dat dorpse. Oké. Dat is goed. Dat is alleen maar goed, denk ik ook. Niet gezegd dat we het nooit doen. Ik hoor dat het niks kost. Nee, natuurlijk. Dat is wel interessant. Praat ons snel. Nee, maar het is natuurlijk wel die sociale controle die er natuurlijk ook heel erg aan meewerkt. Ja. Ik wil nog twee dingetjes laten zien. Ik had ze meegenomen. Er staat iemand te wapperen dat we bijna klaar zijn. Nou, dan duurt het even langer. Gaat u later naar bed. Toen de LCKV 75 jaar bestond, hadden we deze. Deze ken je of niet? Ja, dat is altijd leuk. Deze heb een CD ik, met... ik weet niet of waar ik hem moet laten zien, maar... Laat maar ergens zien. Ik heb spontaan. Deze CD, die heb ik zelf ook nog als...
Jij zingt mogen toch? Ontvangen. Nee, dat niet. Nee, zingen moet je niet aan mij overlaten. Daar hebben we echt SME voor, zeg ik. Ja, oh ja, maar ik heb deze CD inderdaad gekregen toen ik als deelnemer mee was. Ja. Dus ik herken hem inderdaad vanuit de periode toen ik deelnemer was. En wat gaan we nu krijgen? Nee, dat is... proberen. Ja, dat is nog te ver weg. 100 jaar bestaan, 100 jaar. Dan denk ik... nou ja, ik weet niet wat er dan gaat komen. Dit is dan misschien een beetje echt uit de tijd, hè, CD. Ik bedoel, dit is wel een collector's item. Dit is een collector's item, ja, dat kan ik wel zeggen, ja. De Jamboree is ooit in Nederland geweest. De grote World Jamboree. Klopt, ja. Ben ik ook geweest. Ja. Dit is wel. Jij ook? Ik niet, nee. Er is wel iemand van onze vereniging toen toe geweest. Ja. Heb ik gekocht toen. Wie wil hem hebben, jongens? Die mag hem... Waar zit ik? Oh, ja, goed hier. 1995. Mondiaal World Jamboree, de 18e. In Dronten was dat, Flevoland. Ja. The future is now, dat was het thema. Wij gingen daar namens de vlog toen nog hier, RTV Kat, wij gingen met het jongerenprogramma naartoe. We hebben opname gemaakt. Zijn met een groep scouting meegeweest uit Katwijk. Ongelooflijk. Ja, het is groot, hè? Ja. Wat een ongelooflijk. Dat is, nou ja, Flevoland Dronten, dat lag volgens mij, was dat het terrein naast Walibi daar klopt, nu? Klopt, ja. Groot, enorm. Ja. Het is wereldwijd, het is natuurlijk, als je kijkt, wereldwijd scouting een hele grote organisatie. Ja. Ook in Nederland is het een behoorlijk grote organisatie met meer dan 100.000 leden, zeg maar. En alleen dat maar dan ook nog de rest van de wereld erbij. Ja, er liep echt van alles. Australië, Amerika. Het was zo'n geweldig feest. En dan zie je dat dat hele scouting, dat, het is bijna een soort familie. Er heerste zo'n geweldige sfeer. Klopt, ja. Komt hij nog een keer? Gaat hij nog een keer in Nederland komen? Of wordt hij nooit, wordt nog ieder jaar wordt hij gehouden? Ik denk dat het wel lang duurt voordat het weer in Nederland is. Voor mij doen ze wel vaak een nationale jamboree. Okay. Maar de wereldjamboree, dat zal wel een hele tijd gaan duren. Want ik denk dat het bijna elk land het graag wil organiseren. Dat zo dus je weet, gaan we het ooit nog meemaken, maar het zal nog altijd gaan duren. Ik was erbij. Ik hou hem lekker hier. Ik wou nog één ding zeggen. Dat geldt voor jouw medewerkers, maar het geldt ook voor jouw staf en leden en deelnemers en bij jullie ook. Als je er eenmaal mee, als je eenmaal meegegaan bent en je vindt het niet leuk, is het jammer. Vind je het wel leuk, dan kom je er volgens mij nooit meer vanaf. Het is altijd een risico wat we aangeven bij mensen die voor het eerst meegaan. Kijk uit wat je doet. Ja. Want de kans is dat je de eerstkomende jaren een vaste week hebt of een vaste periode hebt dat je niet thuis bent. Precies. Het is net wat je zegt. We hebben ooit eens een keer iemand meegehad die zei, nou, ik wil wel een keer mee. Na 2 dagen zei hij, ja, ik vind het wel leuk hier, maar er zit zand onder mijn nagels. Ja. Moet je in een bos zitten. Hè? Dus het is inderdaad zo, het is een virus. Ja. Besmet. Gelukkig wel. Toch? Ja, helemaal mee eens. Ja, je kan niet zonder. Je moet gewoon gaan. En dat zie je dus ook aan die vrijwilligers die gewoon... Na een deelnemer zijn, dan worden ze vrijwilliger, want ze willen gewoon... Want zelfs voor de vrijwilligers is er nog een wachtlijst voor de stafleden. Ja, zo kan je het haast wel zeggen. Ja. We hebben maar 40 kampen en daarmee 600 stafleden. Ja, en soms hebben we meer dan 600 stafleden die mee willen. Ja. En goed, af en toe vinden ze gelukkig dan nog wel een plekje. Ik wil jullie bedanken. www.katwijkse7kennis.nl, daar vinden we jullie informatie nog. Stel, ik wil nu lid worden bij jullie, of ik heb kinderen die lid willen worden. Hoe lang duurt dat voordat ze ergens in kunnen stromen? Het scheelt, de leeftijd 7 tot 11, daar hebben we wachtlijsten helaas. Dat duurt gemiddeld 1,5 jaar. Maar ben je 10, 11 of 12 jaar, dan is er altijd plek. Oké. En zelfs met name voor die categorie organiseren we ook een open dag, dat is op 30 mei. Dat is ons clubhuis in Schutterswei. Dus kunnen mensen ook die hele oorlogsvloot kunnen ze levende overschouwen. Maar 30 mei, we gaan nog veel PR-aandacht aangeven. Maar ben je 10, 11 of 12 jaar, ja, dan ben je van harte welkom die dag. Geweldig. Om even te kijken wat het is. Leuk. Ja. www.katwijkse7kennis.nl www.lckv.nl Mocht je nog op een leuk kamp in Nederland of Frankrijk of België willen komen, dus ook Luxemburg ook nog. En in ieder geval mee op kamp als deelnemer kan niet meer, je zit vol. Wat betreft kamp Oekraïne, ja. Wat Leusden betreft, dat is kampleusden.nl. Kamp Leusden, ja. Daar kunnen nog wel wat kinderen bij, maar dan moeten ze wel... Kampleusden.nl. Maar daar moeten ze ontzettend snel zijn. Heel snel, kampleusden.nl. Gefeliciteerd alvast 95 jaar, 85 jaar en 50 jaar kamp Leusden. Ja, ruim 50 jaar. Ruim 50 jaar. Ik dank jullie allemaal voor dit... voor deze leuke avond, dit leuke gesprek. En natuurlijk bedankt Esme van Vliet nog een keer. EsmeVanVliet.nl of als we YouTube, vinden we wat op YouTube van je? Ja. Esme van Vliet op YouTube vind je er ook nog, laatst geweldig. We zijn ruim, hoe lang, over 9:30? Al een heel eind. Ja, meneer de opnameleiding.
We gaan sluiten. Bedankt voor het kijken. Over 2 weken is er een andere 9:30. Dag.